allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe extra video. Ik heb vandaag voor jullie een hele grote shoplog van Shein. Echt, ik heb twee mega grote dozen ontvangen. Er zitten namelijk echt allemaal jassen in, truien, echt allemaal van die lekkere herfst-winter items. Dus ik dacht, ik vind het wel heel erg leuk om dit weer aan jullie te laten zien. Al deze items heb ik gekregen van Shein, maar ik zal altijd mijn eerlijke mening geven over alles. Ook over de kwaliteit, want Shein kan soms nog wel eens een beetje tegenvallen. Dus we gaan het vandaag lekker allemaal uitpakken. Ik heb pas één dingetje uitgepakt, omdat ik gewoon eventjes wilde kijken hoe die zat. Verder heb ik nog niks gezien, ogen gemaakt of dingen. Dus echt een beetje eerste indruk. Dus laten we maar snel gaan beginnen. Oké, ik ga denk ik maar gewoon met de eerste doos beginnen. Het was trouwens echt heel snel binnen. Het was er denk ik echt binnen 5 dagen of zo. Ik had namelijk een melding op mijn telefoon gekregen dat er iets bij de buren was bezorgd. En ik zat de hele tijd te denken van, hé, wat is dat dan? En twee dingen, want het waren 2 dozen. 2 dingen, wat zal dat dan zijn? En toen kwam ik bij de buren. Het waren dus die Shein-dozen, maar ik had het echt nog lang niet verwacht. Maar het was er dus wel al. En we gaan beginnen met een felroze trui. Ik zet de doos even aan de kant. Soms heb je dus als je bij Shein een trui bestelt, dat het echt van hele dunne kwaliteit is. En het is gewoon niet lekker. Het zit gewoon niet mooi. Het is echt een beetje een soort zakje. Dus daarom bestel ik eigenlijk bijna geen trui meer op Shein. Maar wat ik altijd doe bij Shein is de reviews lezen. Want heel vaak hebben mensen foto's erin geplaatst. Dus dat had ik bij deze trui ook gedaan. En aan de foto's, aan de reviews kon ik zien dat het dus wel een hele dikke trui was. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En hij voelt oprecht best wel dik aan. Dit is de trui. En er staat heel groot op met knalroze letters Malibu. En het is niet echt een trui omdat ik hem nou heel leuk vind. Maar ik dacht, dit is zo'n lekkere chill trui voor de zondag. Hij is namelijk echt heel erg groot en lang. Terwijl het is een maat XS. Maar ik had dus al gelezen in de reviews dat hij heel groot viel. Dus ik dacht, ik doe gewoon lekker een XS. En ja, ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Hij is echt knalroze. Met donkerroze letters er ook nog op. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. En deze heb ik dus in een maatje XS. En hij voelt dus echt best wel dik aan, zoals ik al zei. De binnenkant ook best wel lekker zacht. Dus gewoon een beetje te vergelijken met de trui van de H&M of zo. En deze trui was 16 euro. Deze trui is zo groot en zo zacht. Kijk even hoe groot die is allereerst. En dit is een XS, hè. Het is echt heel bizar. Maar is zo lekker zacht. Gewoon echt zo'n lekkere zondagtrui. Dat je desnoods niet eens een broek eronder aan doet. Want hij komt toch over mijn billen heen. Gewoon zo'n lekkere woontrui. Hij is echt heel erg lekker zacht. En wat ik ook leuk vind is dat hij goed aansluit bij je hals. Soms heb je natuurlijk dat hij echt heel erg hangt zo. Maar ik vind het wel heel leuk deze. Echt zo'n lekkere zondag woontruitje. Ja. Dan gaan we door met dit pakketje. En dit is als het goed is een vest. Normaal gesproken ben ik niet zo heel erg van de vest. Maar ik vind de laatste tijd die trend heel erg leuk. Als je dan die halterbody van de Zara aan hebt. En dan een mooi vestje eroverheen. En ik vond deze kleur echt heel erg leuk. Vooral voor de herfst ook. En dat is deze. Op camera lijkt hij wel ietsjes roder. In het echt is hij iets meer bruin. Maar ik vond het echt een heel erg leuk vestje. Ik vind wel, die hals ziet er wel een beetje gek uit. Verder gaat hij gewoon dicht met allemaal knopen. En is het een beetje zo'n gehaakt vestje. Op camera lijkt hij echt een beetje rood. Maar het is echt meer bruin in het echt. Ik vond hem echt heel erg leuk op de Shein-site eruit zien. Dus ik ben echt heel benieuwd. Er staat verder geen maat in. Dus ik denk dat het een one size wel. Die knopen vind ik wel ietsjes minder. Zo echt van die oude oma knopen, zeg maar. Maar op zich, dat kan je natuurlijk ook altijd zelf nog veranderen. Kijk nou, hoe leuk het er op het plaatje uitzag. Ik vond hem echt heel erg leuk. Ik had hem ook nog in andere kleurtjes, maar ik vond deze wel leuk. En deze was 23 euro. Dit vest vind ik wel echt heel erg leuk. Ik vind wel alleen die knopen wat minder. Daardoor krijg ik wel een beetje een soort oma vibes van dit vestje. Maar ik weet niet, ik vind dit vestje, dit kleurtje gewoon heel leuk. Als je het zo op zo'n blauwe broek doet en dan een beetje zo over je schouder heen hangend hebben. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Je ziet hier nu de kleur trouwens ook wel beter. Nu zie je echt dat het wat meer bruinig is en niet echt rood of zo. Ja, deze vind ik wel heel leuk. Misschien dat ik die knopen wel ga vervangen door andere knopen. Maar op zich vind ik het aan de andere kant ook weer niet heel storend of zo. Dan een jas. En dat is de eerste jas van allemaal, want ik heb er echt heel veel besteld. Ik heb de laatste tijd echt een beetje een soort van jassenverslaving of zo. Maar nu is het ook een jas. En dit is de trenchcoat. Wel een hele mooie kleur. Het is gewoon een hele lange jas. Hij valt volgens mij nog best wel mee met hoe lang die is. Maar ik vind deze kleur heel mooi. Op beeld lijkt hij echt weer wat meer oranje. Maar het is echt wat meer camel in het echt. Ik vind hem echt heel erg leuk. Bij de mouwen heeft hij ook nog van die details. Hij heeft verder geen band of zo. Soms heb je toch van die bandjes die je er omheen kan slaan. Net zoals bij een badjas, zeg maar. Deze heeft dat verder niet. En ik heb deze in een maatje XS ook. En ze hadden hem ook als het goed is nog in andere kleurtjes. Zwart en bordeaux rood. Maar ik vond deze kleur wel leuk. En deze jas kostte 30 euro. Dit is de trenchcoat jas. En ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ook deze mouwen. Zeg maar, ze zijn echt
precies goed of net iets te klein. Of iets te kort die mouwen. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk als je zo'n leuke Nuno bag zo eromheen hebt hangen. Dat het hier wat meer gebeurt, zeg maar, als je naar een tasje hebt hangen. En de lengte vind ik ook echt perfect. Hij komt net iets boven mijn knieholt. Dat vind ik ook wel mooi. En ik vind de kleur ook heel erg mooi. En de kwaliteit voelt verder ook gewoon prima aan. Ook deze kan je weer dicht doen met twee knopen. Oh, zo. Kan je weer zo dicht dragen. Maar ik denk dat ik zulke jassen gewoon open het leukst vind. Vooral omdat er ook niet zo'n band bij zit. Anders had je hem natuurlijk ook nog wat strakker kunnen maken. Dan een tas. Want ik vond het ook wel leuk om iets van accessoires uit te zoeken. Dus zo'n tas heb ik dus al in het beige. En dacht ik is ook wel leuk in het zwart. Nou ja, is het altijd bij je in. Maar even afwachten of die echt leuk zit. Echt maar op zich. Dit is mij. Reflecteert nu heel erg door mijn ringlamp. Maar even kijken of ik hem wat dichterbij beter kan laten zien. Kijk, er zit echt een soort van slangenprintje in. Ik vind hem nog best wel groot. Ik had laatst toen een keertje was je in een tas besteld. En toen dacht ik echt dat die heel groot is. Dat was echt heel klein. Maar deze is op zich best wel groot nog. Maar ja, hij is niet heel. Het is geen super kwaliteit. Maar hij was ook maar 8 euro. Gewoon voor de foto. Gewoon voor de foto of zo. Is dit wel leuk. Hij is wel een beetje. Hij is wel een beetje hard en stijf. Vooral die zijkant. Die kan niet echt indeuken of zo. En die rits is heel erg gehobbeld. Dus ja, super kwaliteit is het niet. Maar voor een fotootje kan deze wel leuk zijn. En deze was dus 8 euro. Dan heb ik iets wat je bij de Zara ook hebt. En best wel veel mensen hebben die. Maar hij was uitverkocht. Ik heb hem niet meer kunnen bemachtigen helaas. Maar bij Shein hadden ze dus een gelijk iets. En dat is dus een soort van Spencer. Maar dan ook weer net iets anders. Ik ga het laten zien. Deze trui met een colletje, maar dan zonder mouwen. En ik vond hem echt heel erg leuk. En hij was dus bij Shein dus maar 14 euro. Bij de Zara uit mijn hoofd was hij volgens mij 30. Maar de kwaliteit voelt op zich best wel goed. Die van de Zara was wel dikker. Maar hij voelt best prima aan deze kwaliteit. En heeft dan ook zo'n leuk colletje. Wij lijken bijvoorbeeld heel erg leuk op die straight leg pants van de Zara. Die is wat lichter blauw. Vind ik wel heel erg mooi met dat beige erbij. Dus dat is deze. Deze hebben ze ook nog in het zwart en in het grijs. Maar ik vond het beige kleurtje wel heel mooi. Oké, ik moet eerlijk zeggen dat ik van deze kwaliteit eigenlijk niet zo mooi vind. Ik weet niet, het colletje dat hangt gewoon echt heel erg. Ik had liever gewild dat hij zo'n beetje rechtop had gestaan en... Ja, ik vind dit aan de zijkant gewoon niet mooi afgewerkt. Het lijkt wel heel scheef of zo. En het is ook een heel dun stofje. Dus dit is eigenlijk een beetje het eerste waar ik zoiets van heb van... niet echt mijn ding. Nee, ik vind het niet zo heel leuk dit. Nee, nee, nee. Dan een jasje. En hier ben ik ook best wel benieuwd naar. Deze had ik namelijk nog als laatste toegevoegd aan mijn winkelmandje. Want ja, het is gewoon best wel lastig om dan... Je mag dan 12 dingen uitzoeken. Of ik mocht dan 12 dingen uitzoeken. En omdat je dan alle keuzes hebt, is het gewoon best wel lastig om iets te zoeken. En toen was laatst dat ik deze erbij gedaan, maar ik dacht, die vind ik wel leuk. En dat is dus dit soort van blouseje, jasje-achtig iets. Hij is best wel dun, voel ik. Dus je kan hem denk ik eerder gewoon als blouseje dragen of in de lente als jasje. Voor nu als jassen die wel echt te koud zijn. Maar ik vond dit printje wel echt heel erg leuk. Ruitjes met bruin en een beetje opergeel. En ik heb deze in een maatje. Het is dus een one size, ik heb even gekeken. Het is dus één maat. Hij is best wel groot. Ik denk dat hij bij mij echt over mijn billen valt. Dat hij zelfs misschien nog wel als jurkje zou kunnen, denk ik. En je hebt hem ook nog in andere kleurtjes. Maar ik vond dit kleurtje wel heel erg leuk voor de herfst en voor de winter. Dus dat is deze grote blouse. De kwaliteit voelt zeg maar voor een dun blouse, voelt hij echt heel goed aan. Hij is wel echt te dun voor een jas. Maar voor een gewoon overgooien blouse zeg maar, voelt het echt... Best wel aan als goede kwaliteit. En deze is 23 euro. Dan deze blouse. En ik vind deze eigenlijk leuker dan verwacht. Toen ik hem net zo in mijn handen had, dacht ik... of hij gaat heel leuk zijn, of ik vind het echt helemaal niks. Maar ik vind het eigenlijk best wel leuk. Als je dan nu zo'n grijze trui eronder aan hebt... dan lijkt het ook iets meer grijs dan bruin of zo. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Als je hier ook weer zo'n leuke Nuno bag erbij hebt... je kan hem natuurlijk ook helemaal dicht doen. Maar ik denk dat ik dan mezelf iets te breed erin vind lijken. Zo is het gewoon wat meer... Als jasje of zo. Ja, ik zou dit niet als winterjas gebruiken. Daar is hij wel echt te dun voor. Maar in de lente kan je hem wel gewoon als jasje gebruiken. Of gewoon leuk voor over een trui heen zo. Dan heb ik een pyjama uitgekozen. Ik heb dus echt nog nooit een pyjama bij Shein gekozen. Maar ik zag dit en hij zag er zo lekker uit. Ik dacht, ja, ik moet jou gewoon hebben. Deze heb ik in een maatje S. Oh, hij voelt echt heel erg zacht. Als allereerst is dit het korte broekje. Hij is zo zacht. Oh, dat is echt niet normaal. Gewoon zo'n lekker shortje. Ik hou er namelijk niet van om met een lange broek aan te slapen. Ik weet niet, ik vind het gewoon... Ik vind het gewoon lekker als ik die dekens langs mijn blote benen voel. Dus ik slaap dan eigenlijk met een kort broekje. Dus deze is echt perfect.
En dan de trui erbij. Het is zo zacht. Het is echt niet normaal. Er zit ook een mega grote muts op. Dat je hem lekker over heel je hoofd kan zetten. Ik vind het echt heel leuk. Hij is zo zacht. Jullie zouden het echt moeten kunnen voelen. Ik ga even opzoeken hoe duur deze was. Dit setje bij elkaar kostte dus 19 euro. Dus dat vind ik ook echt heel erg meevallen voor een pyjama. En aan het einde van de video heb ik nog een kortingscode voor jullie. Dus krijg je ook dus weer korting. Maar ik vind deze echt heel leuk. De kwaliteit is ook echt veel beter dan ik had verwacht. Want soms heb je natuurlijk dat het een beetje ruw voelt of zo. Maar dit is echt heel erg zacht. Dus dat is dit setje. Deze mega, mega zachte pyjama zit zo lekker. Ik had hem wel liever misschien nog een maatje groter gewild. Zodat hij echt lekker oversized zit. Want hij zit nu zeg maar gewoon prima qua maat. Oh, dit is zo lekker zacht. Jullie zouden het echt moeten kunnen voelen. Dan een broek van Shein. Ik had de vorige keer had ik ook een broek uitgekozen. Gewoon in mijn eigen maat, maat 36. Maar die was echt veel te groot. Als het goed is, heb ik nu een beetje kleiner. Ja, ik heb nu een XS, dus een 34. En ik hoop dat deze wel past. Het is wel een andere broek hoor. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Oh, het is een lichtblauwe broek. Ik vind de kleur in het echt wel wat minder mooi. Op internet leek hij echt nog wat lichter blauw. Dit vind ik een beetje altijd een soort neppe spijkerkleur of zo. Ik weet niet. Ik had hem wel ietsjes anders verwacht. Maar wat ik dus leuk vind is dat hij aan de zijkant een split heeft. En er was een meisje in de recensies en die had gezegd dat zij 1,60 was. En dat ze hem dus paste, dat hij dus niet te lang was. En voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik ook 1,60 ben. En vaak altijd mijn broek moet laten inkorten. Of ik koop ze gewoon niet, omdat ze gewoon echt te lang zijn. Dus toen dacht ik, misschien pas ik deze ook wel. Beetje jammer dus dat de kleur wat anders is dan dat ik had gehoopt. Maar ik ben echt heel benieuwd of deze dus past. Want dan heb ik dus eindelijk een broek met een split aan de onderkant. Kan natuurlijk altijd de kleur nog bleken. Dat die vanzelf wat lichter wordt. Ik kan misschien ook nog wat doen. Dat is ook nog wel een leuk ideetje. Maar dat is dus deze. En deze heb ik dus in een maatje XS. En was 19 euro. En dan dus deze broek. Hij is gewoon inderdaad niet te lang. Ja, klein beetje als ik zo sta. Maar als ik er schoenen onder doe, is die sowieso niet te lang. En ik vind de kleur op zich nog best wel meevallen. Het is niet mijn favoriete jeanskleur. Maar het kan er op zich nog mee door. Het enige is dat ik die gulp gewoon niet dicht krijg. Die rits is zo stroef. Ik krijg hem gewoon niet hoger. Dus dan moet ik er misschien zo'n hele lange trui op doen. Dat je het niet ziet. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Ja, een beetje jammer van die kleur dan. En van die rits. Maar dit is de broek. Dan heb ik nog een jas uitgekozen. En twee vriendinnetjes van mij hadden deze ook al uitgekozen. En ik vond het echt heel erg leuk. Alleen zij hadden een maatje S. En hij was best wel klein. En ja, ik wilde hem best wel graag gewoon oversized hebben. En ze hadden alleen nog maar een XL. Dus toen dacht ik, ja weet je, ik doe gewoon een XL. Dan heb ik gewoon een lekker oversized bomberjasje. En hij is echt oversized. Maar echt, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het oprecht wel best wel meevallen voor hoe oversized hij is voor een XL. Want ik vind het echt heel klein vallen voor een XL. Want qua armen zit hij op zich gewoon prima bij mij. Maar dit is hem. Het is dus een beige bomberjack. Althans, op de zijde omdat hij beige is. Ik vind hem zelf in het echt iets meer zalmroze of zo. Echt heel licht roze. Beetje dat poederroze. Vind ik wel jammer, want ik had hem liever echt in het beige gewild. Maar ik vind het niet heel storend of zo. Maar het is dus gewoon echt een mega groot pufferjack. Met van dat corduroy stof. Met van die ribbeltjes, zeg maar. Verder heeft hij gewoon een rits. En ik heb hem dus in een XL, zodat hij extra oversized zit. Ik zie nu op de site dat ze wel weer gewoon alle maten hebben. Maar ik zou dus echt een maatje groter aanraden. Want hij valt dus echt best wel klein. En deze is 26 euro. Deze jas vind ik echt heel erg leuk. Maar kijk wat ik zei. De armen, ja, ze zijn wel een beetje te lang. Maar ik vind het nou niet echt een XL of zo. Als, ja, ik had het geen XL gegeven als ik dit in de winkel zou zien hangen. Deze kan je ook weer helemaal tot aan boven dichtmaken. Maar je kan hem ook zo lekker laten hangen. En verder vind ik het gewoon echt een heel leuk jasje. Kijk, hij komt ook best wel kort. Bij mij zit hij echt perfect. Maar iemand die van zichzelf XL heeft, weet ik niet of dit mooi bij u zou staan. Gewoon omdat hij best wel klein valt. Hij heeft ook weer zo'n ribstofje erin. Wel jammer dat hij dus iets meer rozig is. Kijk, hier zie je dat nu goed. Hij is echt wat meer roze dan beige. Hè? Ik had hem liever beige gehad, maar ik vind hem zo ook op zich wel leuk. Dan nog een jas. En dit is ook weer een beetje zo'n puffer jack, maar dan van leer. En ja, ik ben altijd best wel een beetje een soort van panisch met nepleer bestellen. Omdat heel vaak, 9 van de 10 keer, stinkt het gewoon naar vis. Ik vind gewoon dat nepleer stinkt naar vis. En als ik dan iets uit de verpakking haal en het stinkt naar vis, dan weet ik gewoon 100% zeker ook, ik ga het niet dragen. Want ik vind het gewoon smerig. Maar deze ruikt gelukkig, gelukkig, gelukkig niet naar vis. Ik dacht, weet je, ik ga het gewoon wagen. Maar ja, ik vind hem dus wel echt heel erg leuk. Dit is de jas. Het is dus een leren soort van puffer jacket ook. Je kan de kraag omhoog zetten
of naar beneden. Ik vind beide op zich wel leuk. En hij is dus van leer, maar het is niet zo'n lelijke, neppe leerlook of zo. Het ziet er echt wel gewoon mooi uit en het stinkt niet. En dat is zo'n voordeel. En ik heb deze in een maatje S heb ik hem genomen. Waarschijnlijk was dat dan de kleinste maat. Uit mijn hoofd hebben ze hem ook nog in het zwart en in het een beetje camelbruin. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Dit is de leren jas. Ik vind hem echt heel erg leuk en hij voelt echt best wel dik aan. Misschien zie je dat ook wel op de video, dat hij gewoon best wel dik is. Er zit best wel veel, ja, hoe noem je dat, veren of zo denk ik in. En je kan de kraag dus zeg maar zo omhoog zetten. Dus als het koud is, kan je hem lekker zo dragen. Maar ik vind hem ook wel leuk om hem gewoon zo te laten hangen. Er zitten ook zakken in, dus dat is ook chill. Verder gaat hij niet dicht met een rits of zo, maar gewoon met van die drukknopen. Dus daar moet je wel eventjes rekening mee houden. Maar echt best wel een lekker dik jasje. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Dan heb ik op de groep nog een trui besteld. Want ook deze stond weer in de recensie dat hij best wel dik was. En zo zag hij er ook echt uit op de foto's van de recensie. Dus ik dacht, we wagen het gokje. En dat is deze. Ik vind deze ook echt heel erg leuk. Hij heeft een beige kleurtje. En er staat in plaats van Malibu staat er Londen. En dan met zwart en rode letters. Deze is wel iets minder oversized. Deze is zeg maar ook weer gewoon een beetje normale lengte. Die andere, die roze is wel echt heel lang. En deze heb ik in een maatje S. In een maatje 36. En ook deze voelt er gewoon dik aan. Hij voelt wel iets minder dik dan die roze. Maar nog steeds wel best wel dik. Hij is ook echt heel erg lekker zacht. Deze. En deze is ook 13 euro. Deze trui vind ik ook echt heel leuk. Deze is wat minder oversized dan die roze. Als je kunt zien, daar zitten mijn armen ook gewoon normaal. Ik moet wel zeggen dat ik mezelf echt heel erg bleek vind nu met deze kleur. Maar ik moet ook eventjes mijn haar verven. Dat ga ik van de week doen. En weer de zonnebank. Misschien dat dat helpt. Want ik vind het wel echt een hele leuke trui. Ook met een leren jasje eroverheen of zo. Omdat dit natuurlijk ook zwart is. En dan alweer als laatste. En dat is leren jas. Deze heb ik ook eventjes eruit gehaald en een beetje gevoeld. En is een beetje een tegenvaller. Maar op zich staat hij best wel mooi. Het is namelijk een teddycoat. En dit is wel altijd een beetje een gok die je neemt van, is het mooie kwaliteit, is het slechte kwaliteit. En het schommelt er een beetje tussenin. Ik vind de kleur wel echt heel erg mooi. Op beeld lijkt hij weer wat meer, ja, geel, maar het is echt wat meer bruinig. Dus de kleur vind ik wel echt heel erg mooi. Alleen de kwaliteit is gewoon iets stugger. Ik had het net natuurlijk over de pyjama setje dat sommige structuren wat stugger zijn. Nou, dat is deze. Deze is gewoon ietsje stugger. De binnenkant van de jas is ook gewoon wat goedkoper, ziet het eruit. Maar verder is het wel gewoon een mooie jas. Ik heb hem in een maatje S. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat staan. En ook deze hadden ze weer een andere kleurtjes. Maar ik vond het beige kleurtje wel weer heel erg leuk. Dus dat is deze. En als laatste de teddycoat. Ik had natuurlijk al gezegd dat ik de kwaliteit gewoon ietsjes minder vind. Verder vind ik het wel gewoon een mooie jas qua kleur, qua vorm. Hij gaat hier dicht met twee knopen. Dus hij heeft verder ook geen rits of iets. Gaat echt alleen met twee knopen hier dicht. Dus hier is het wel een beetje bloot. Maar ja, de armen zijn net iets te kort. Terwijl ik heb helemaal niet echt lange armen. En dit is al een S. Dus hou er wel rekening mee als je wilt bestellen. Ik denk ook dat ik het niet heel goed kan laten zien wat ik bedoel met de kwaliteit. Ja, of je ziet het wel een beetje. Maar je moet het echt voelen. En ja, het is het gewoon net niet. Dat waren dan alle items die ik van Shein heb mogen ontvangen. In de tussenstukjes hebben jullie een beetje kunnen zien hoe alles staat. En wat ik er uiteindelijk van vind. Van de kwaliteit en hoe het zit en zo. Ook heb ik voor jullie nog een kortingscode. Deze zal in de beschrijving staan. En alle linkjes van de items zal ik ook in de beschrijving zetten. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan zeker dat duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop tot snel weer. Doei!